Abel Hertzberg, 7 jaar voor de eeuwwisseling geboren. Gewezen voorzitter van de Nederlandse Zionistenbond. Tientallen jaren advocaat en bovenal schrijver. Amor Fati, Twee Stromen Land, Eichmann in Jeruzalem, Brieven aan mijn grootvader, Brieven aan mijn kleinzoon, Chroniek der Jodenvervolging. 14 april 1945. Onderweg naar de evacuatie door de SS van de kampbevolking vanuit Bergen-Belsen per trein. Wat wil men toch eigenlijk van ons? Waar moeten we heen? Er is een duivel bij God gekomen en heeft gezegd: Bergen-Belsen is een prachtige zaak. Maar nog mooier is het als het op wieltjes staat en rijdt. De rijdende ellende. De nachten zijn niet om doorheen te komen. Rijdende flectivus. 6 doden vandaag. Ik heb op een gegeven moment bij de vorige jubileum, ik geloof dat het 25 jaar was of 20 jaar. Toen heb ik gedacht, het gevoel gehad, het moest anders. We moesten te hebben toen die 3 van Breda, weet u wel. Mm-hmm. En die mensen die wouden vrij, we moesten die mensen eigenlijk vrij laten. We moesten genade geven. Misschien is het mogelijk dat dat op een soort werk in de mensen werkt, beter dan we gewoonlijk zijn. Weet je wat ik op gedacht heb, verlangd heb, graag gehad zou hebben, gehoopt heb? Ik heb in die tijd gehoopt dat er, en het is in de Tweede Kamer geweest, ik weet niet of u dat herinnert, die vrijlating, die vraag van die vrijlating. Toen heb ik bij mezelf gedacht, als er nou eens 1 man was, 1, in het parlement, 1, die zou zeggen: in deze heilige hallen kent man die Rache niet. Zou dat niet uit werken kunnen? Werken in de mensen. Zou dat niet, begrijp je? Mm-hmm. Dus precies het andere van de wraak, van de, het andere van de vervolging. Dan, dus iets van verzoening proberen. Proberen een verbetering te brengen tussen de mensen. Een verzoening, een vergeving, begrijp je? Maar dat is mislukt, want dat waren de mensen niet toe in staat. Haat en wraak zijn in feite dezelfde dingen als waar je de ander juist verwijten over maakt. Dat kun je niet zeggen dat het hetzelfde is, maar het is een reactie van de een of de ander. Mm-hmm. En als je dat nou eens iets anders dan zou hebben gedaan, misschien zou het wel hebben gekund. Zou dat. Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal hier in de Rode Hoed. Mijn naam is Daan Rovers, ik ben filosoof en onder andere programmamaker in de Rode Hoed. En het is mijn enorme eer om vandaag mede namens Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw, u van harte welkom te heten bij de jaarlijkse Abel Hertzberg lezing. Bijzonder warm welkom aan de familie van Abel Hertzberg. Abel Hertzberg, we zagen hem hier even in gesprek met Wim Keizer. Hij was advocaat, procureur en vooral bekend eigenlijk als toneelschrijver en essayist. En in 1974 werd zijn werk bekroond met de PC Hoofdprijs. En zijn leven en werk is eigenlijk nog altijd een inspiratiebron voor velen. Met die Abel Hertzberg lezing hebben wij inmiddels een lange traditie opgebouwd. Vandaag is de 33e. En tot het illustere gezelschap dat deze lezing eerder mocht uitspreken, behoren onder andere Femke Halsema, prinses Irene, Arno Grunberg en Robert Dijkgraaf. En de spreker van dit jaar is minister. En misschien wel de minister met de belangrijkste portefeuille op dit moment. De man op wie alle ogen nu gericht zijn. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Op 10 januari 2022 werd hij beëdigd in het kabinet Rutte IV als eerste minister voor Klimaat en Energie.
En ik denk dat hij toen nog niet had kunnen vermoeden dat dat tweede deel van die portefeuille, energie, zo'n dominante rol zou gaan spelen in zijn politieke werk. Heel kort iets over Rob Jetten. Rob Jetten is geboren in Veghel. Hij begon zijn politieke carrière tijdens zijn studie in Nijmegen. Eerst als voorzitter van de Jonge Democraten en later als raadslid en fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Sinds 2017 zit hij voor D66 in de Tweede Kamer. Als Kamerlid stond hij aan de wieg van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. Hij geldt als boegbeeld voor een jonge generatie politici en is zeer actief op sociale media en ook het gezicht van de LGBTQ-community. Als eerste minister voor Klimaat staat hij voor de moeilijke opgave gasprijzen die de pan uitreizen, te dempen, toenemende droogte en stijgende temperaturen ook te dempen. Hoe is hij van plan die klimaatdoelen te behalen en tegelijkertijd de energievoorziening te waarborgen? Gaan we hem vragen straks. Hij ontwikkelde zich de afgelopen jaren van klimaatdrammer tot klimaatminister en heeft nu deze bijzondere verantwoordelijkheid. Ik geef graag het woord aan Rob Jetten. Dank voor de introductie. En het klopt, toen ik 10 januari minister werd, had ik niet kunnen bedenken wat er in deze 6 maanden allemaal zou gebeuren. Die oorlog in Oekraïne heeft wat dat betreft alles op zijn kop gezet. En daarom vond ik eigenlijk deze video waarmee we net zijn gestart ook des te indrukwekkender. Want als we de afgelopen decennia naar dit soort verhalen luisterden en verhalen van overlevenden lazen of hoorden, dan hadden we denk ik allemaal wel één ding voor ogen, namelijk dit nooit meer op het Europese continent. En toch zijn we inmiddels al heel lang geconfronteerd met enorme Russische agressie in Oekraïne en alle gevolgen van dien. Dat zal in mijn lezing zometeen ook wel deels terugkomen. Ik wil allereerst u van harte danken voor de aanwezigheid. Mensen die online meekijken, maar vooral ook iedereen die het herfstachtige weer heeft getrotseerd om deze prachtige rode hoed bij deze Abel Hertzberg lezing aanwezig te zijn. Dank aan de organisatie, aan Dagblad Trouw, de Rode Hoed en de familie Hertzberg voor de eervolle uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken. Abel Hertzberg draagt ons op om elkaar als mens te zien. En in zijn dankwoord bij de uitreiking van de PC Hoofdprijs zegt hij daarover: ik had het gevoel dat daarmee slechts kon worden begonnen door begrip. En hoe geven we anno 2022 nou invulling aan de ideeën van Abel Hertzberg? Aan de aandacht die hij vraagt voor medemenselijkheid en empathie. En juist als de problemen zich opstapelen en mensen en landen elkaar naar het leven staan, is het zo ontzettend belangrijk om elkaar als mens te blijven zien. En als minister voor Klimaat en Energie zie ik dat ook als mijn leidraad. In mijn werk gaat het namelijk over hele grote getallen, hele grote veranderingen. En juist dan moet de menselijke maat ook de maat der dingen blijven. Medemenselijkheid en empathie moeten de kern zijn van ons antwoord op de klimaatcrisis en de energiecrisis. Ze staan aan de basis van onze opdracht om te zorgen voor elkaar en te zorgen voor de aarde. En daarover wil ik vandaag met u spreken. Laat ik beginnen met de staat van ons klimaat. U kent allemaal de feiten, wetenschappers wijzen ons er al decennia op. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt, onze grond en onze lucht vervuilen. En u kent ook de gevolgen van die klimaatverandering. In de zomer van vorig jaar overstroomden grote delen van Limburg, Duitsland en België. Meer dan 220 mensen overleefden het niet. En vele gezinnen in ons land en de buurlanden ondervinden nog elke dag de verwoestende gevolgen van die overstromingen. Maar ook deze zomer werden we als Europees continent geteisterd door extreem weer, door extreme hitte. Met branden in Zuid-Europa die meer dan 500.000 hectare natuur in de as hebben gelegd. Terwijl honderdduizenden mensen moesten evacueren. En verder weg, in Pakistan, zijn ruim 30 miljoen mensen getroffen door hevige regenval en overstromingen. Miljoenen mensen op de vlucht en vele honderden omgekomen. In Somalië lijden miljoenen mensen al maandenlang onder de ergste droogte in 40 jaar in de Hoorn van Afrika. En Madagaskar kampt al enkele jaren met extreme hongersnoden door klimaatverandering. Ook daar honderdduizenden mensen op de vlucht voor ondervoeding en uitdroging.
En zo zijn er vele voorbeelden te noemen op allerlei plekken in de wereld. In Amor Fati schrijft Abel Hertzberg: de ellende kan nog zoveel toenemen, ze houdt op indruk te maken zodra zij eentonig wordt. En dat geldt helaas ook voor de klimaatcrisis. Want we kennen de feiten, we kennen de gevolgen, maar de ellende wendt. De ellende wendt tot je eigen huis onder water staat. En de ellende wendt tot je 's nachts wakker ligt van een torenhoge energierekening. Sommige gevolgen van klimaatverandering zijn overigens minder zichtbaar, maar minstens zo catastrofaal. Van alle flora en fauna die Nederland in 1900 rijk was, is nu nog maar 15% over. 15% in iets meer dan 100 jaar. En in Europa overlijden elk jaar honderdduizenden mensen door luchtvervuiling. En ondertussen is de energiecrisis versneld door de aanval van Rusland op Oekraïne. Financiële ramp voor vele huishoudens. En die oorlog vraagt natuurlijk allereerst solidariteit met alle slachtoffers van die Russische agressie zelf, slachtoffers in Oekraïne. Maar we moeten ook nadenken over solidariteit op de plekken waar die oorlog een indirect effect heeft. Zoals Europeanen die last hebben van hoge energieprijzen. Of mensen wereldwijd die last hebben van hoge voedselprijzen door deze oorlog. We moeten ook solidair zijn met mensen en volkeren over de gehele wereld die al jarenlang de hinder van klimaatverandering ondervinden. Ook zij verdienen onze solidariteit en steun. En ik mag me dan de eerste minister voor Klimaat en Energie noemen. Ik ben lang niet de eerste politicus die die urgentie voelt. 1972 was het jaar dat de Club van Rome voor het eerst vol in de aandacht kwam. De Club van Rome publiceerde 50 jaar geleden een rapport genaamd Grenzen aan de Groei. En in dit rapport verbonden wetenschappers voor het eerst alle moderne activiteiten die de aarde bedreigden met elkaar. Industrialisatie, natuurlijke hulpbronnen, intensieve landbouw, bevolkingsgroei en vervuiling. En de conclusie was kraakhelder. We zijn in rap tempo bezig de aarde uit te putten. Ramp bedreigt de wereld, kopte NRC Handelsblad na het uitkomen van Grenzen aan de Groei. En het besef dat diezelfde titel met al diezelfde feiten ook vandaag de dag in de krant had kunnen staan, maakt me boos en bezorgd. Want wat hebben we in de tussentijd nou echt gedaan? Ook Hans van Mierlo, de oprichter van mijn partij D66, toen nog met apostrof, was destijds diep onder de indruk van Grenzen aan de Groei. En het idee van een eindige aarde was dan ook een sterke inspiratiebron voor het gezamenlijke verkiezingsprogramma van D66, Partij van de Arbeid en de politieke partij Radicalen, genaamd Keerpunt 72. De drie progressieve partijen begrepen dat er geen sprake kan zijn van goed overheidsbeleid als de mensen om wie het gaat niet worden betrokken. Radicale democratisering was het motto. Inspraak in politiek en inspraak in de economie. En de partijen wilden bovendien, en ik citeer, de fundamentele ongelijkheid in inkomen en bezit terugdringen. Want klimaatbeleid moest hand in hand gaan met sociaal beleid. En de economie moest dan ook, en ik citeer weer, ondergeschikt worden gemaakt aan de voorwaarden voor een menswaardig bestaan in een leefbaar milieu voor iedereen. En de progressieve drie wisten daarmee waarden van empathie en medemenselijkheid te vertalen naar een nationale opdracht. Zorgen voor elkaar en zorgen voor de aarde. 50 jaar geleden was er dus politiek momentum om alles te veranderen, maar het zette niet door. Als reactie op de westerse steun aan Israël tijdens de Yom Kippur-oorlog zetten olieproducerende landen druk op het Westen met een boycott op olie. En de olieprijzen stegen, net als de prijzen van aardgas en elektriciteit. Premier Joop den Uyl zei op televisie dat de tijd van voor de oliecrisis niet meer terug zou komen. En onderzoek naar zonne-energie en windenergie kreeg in die tijd een enorme impuls, maar de echte omslag van de overheid en de samenleving bleven uit. De oliecrisis werd uiteindelijk alleen gezien als een economische crisis. En de groei moest zo snel mogelijk weer worden aangezwengeld. En in de decennia na Keerpunt 72, de decennia na Grenzen aan de Groei, trok de overheid zich juist meer terug uit de markt en uit de samenleving. Zelf ben ik geboren in 1987. Ik ben geboren in de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering op grote schaal merkt. Ik ben ook geboren in de laatste generatie
die er nog iets aan kan doen voordat die klimaatverandering onomkeerbaar wordt. En dat besef, dat voel ik ten diepste. Maar ik zeker niet alleen. Als ik als minister voor Klimaat en Energie op bezoek ben bij een basisschool, een mbo of een universiteit, gaat het gesprek eigenlijk vrijwel direct over die oneindige plastic soep. Of over de angst voor steeds extremer weer. Kinderen en jongeren die letterlijk stress hebben van klimaatverandering. En het nieuws erover niet meer willen lezen. En ik voel als minister dan ook een grote verantwoordelijkheid. En die gesprekken met jonge mensen maken me vooral ook strijdbaar. Zeker ook als ik zie dat ik hier helemaal niet alleen in sta. De wereldwijde klimaatprotesten laten zien dat veel mensen verandering eisen. In Nederland laten de rechtszaken van Urgenda en Milieudefensie zien dat de maatschappelijke druk toeneemt om de gevestigde belangen te buigen. En ze beginnen te buigen. Miljardenplannen van de Amerikaanse regering voor het klimaat. Een Europese Green Deal om de energietransitie te versnellen. Maar zelfs ook in landen als China en India enorm ambitieuze plannen en investeringen in de opschaling van zon en wind. Ze laten zien dat de noodzaak tot verandering zich niet alleen uit in woorden, maar inmiddels ook steeds meer in actie. En voor mij zijn het tekenen dat er net als in de jaren 70 een nieuw politiek keerpunt is. Keerpunt 22. Waaraan dit keer niet alleen een paar progressieve partijen deelnemen, maar partijen van links tot rechts het samen over eens zijn. En net als in de jaren 70 drukt een energiecrisis ons met de neus op de feiten. We hebben jarenlang veel te weinig gedaan om van onze verslaving aan goedkope fossiele brandstoffen af te komen. En decennia aan politieke stilstand, die moeten we nu in een paar jaar tijd inlopen. En dat gaat niet vanzelf, zeker niet in deze energiecrisis. Het levert zware dilemma's op en vraagt ook om moeilijke keuzes. Zo heb ik zelf om extra gas te besparen moeten besluiten dat de kolencentrales weer tijdelijk harder mogen draaien. En ik vond dat geen gemakkelijke keuze. Zeker ook omdat het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat onze huidige plannen nog altijd niet voldoende zijn om te voldoen aan met noodgrepen. Maar als het ons lukt om in slechts 6 maanden tijd een nieuwe terminal te maken voor extra import van vloeibaar gas, om deze moeilijke winter door te komen, dan kunnen we ook de uitrol van schone energie en het tempo van onze energiebesparing drastisch versnellen voor onze eigen energieonafhankelijkheid. En komende dinsdag maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend hoe we ervoor zorgen dat mensen de komende winter en de komende jaren niet in de kou staan. En ik maak zelf bekend hoe we een flinke schep bovenop doen om klimaatverandering tegen te gaan en de extra uitstoot van die kolencentrales te compenseren. We weten 1 ding zeker, we zullen nog harder moeten werken, nog meer moeten doen. Maar we zijn het aan onszelf en aan toekomstige generaties verplicht om nu hard, diep en doortastend in te grijpen om het tij te keren. Want de opdracht van grenzen aan de groei, de agenda van keerpunt 72, zijn onverminderd actueel en onverminderd urgent. Een grote omwenteling is dus nodig en dat begint bij de economie. De Braziliaanse milieuactivist Chico Mendes wist het scherp te verwoorden. Ecology without class struggle is just gardening. De rijkste 1% van de wereldbevolking stoot 2 maal zoveel uit als de armste helft van de mensheid. En in Nederland stoten de 10 grootste bedrijven 3 keer zoveel CO2 uit als alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. De scepsis van mensen om serieuze offers te brengen voor het klimaat is daarom best te begrijpen. Want waarom zou je stoppen met vlees eten, geen vliegvakanties meer boeken, tweedehands kleding gaan dragen? Wat voor zin heeft dat als vervuilende energiereuzen nog altijd miljardenwinsten boeken met fossiele energie? Wat voor zin heeft dat als luchtvaartmaatschappijen geen belasting hoeven te betalen op kerosine? Als de fossiele industrie wereldwijd $700 miljard per jaar aan overheidssubsidies krijgt, zoals blijkt uit gegevens van het Internationaal Energieagentschap en het OESO. En mensen met lage inkomens, vrouwen, inheemse volkeren en mensen van kleur worden bovengemiddeld vaak en hard getroffen door de gevolgen van de opwarming van de aarde. Terwijl een rijke minderheid de klimaatcrisis aanwakkert, betalen vooral de armsten daarvoor de prijs, concludeerde Oxfam Novib. En de armste mensen krijgen dus de hardste klappen. En hoewel we in Nederland zeer welvarend zijn, moeten mensen ook hier door al maar stijgende energieprijzen nu al kiezen. Warm eten of een warm huis? Vorige week nog viel in Rotterdam op school een jongetje van 11 flauw, omdat hij het hele weekend niet had gegeten. Het geld thuis was op.
En ik denk dat we allemaal een knoop in onze maag voelen, ik in ieder geval. Als je je probeert voor te stellen hoe die ouders zich moeten voelen als je zo'n onmogelijke keuze moet maken terwijl je wilt zorgen voor je zoontje. En in een land als Nederland horen dit soort vreselijk schijnende situaties niet thuis. En natuurlijk geven we daar een financiële steun aan mensen die hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Dat is wel het minimum van onze beschaving. Maar er is veel meer nodig. Er is te lang tevreden achterover geleund. Een doorgeschoten geloof in marktwerking en eigen verantwoordelijkheid maakte ons de afgelopen decennia blind voor de groeiende ongelijkheid die dit veroorzaakte. De macht concentreerde zich steeds meer in enkele monopolies van miljardenbedrijven, terwijl de vrije markt steeds minder vrij werd. En de winst van de een ging ten koste van de ander. De winst van een paar bedrijven ten koste van het algemeen belang. En onze eindeloze productie en consumptie ten koste van een eindige aarde. Uitstoot gaat hand in hand met uitbuiting van mens en planeet. En met deze trend wil ik breken. En die trendbreuk loopt voor mij langs drie lijnen. Ten eerste moet de overheid stevig ingrijpen in de economie ten gunste van mens en natuur. Ten tweede moeten we zorgen dat iedereen mee kan komen met de grote veranderingen van deze tijd. En ten derde moeten we inspraak en invloed van burgers organiseren, zodat de toekomst van Nederland van ons allemaal wordt. En zorgen voor elkaar en zorgen voor de aarde vraagt om een rechtvaardige en democratische politiek. Niemand mag achterblijven en iedereen moet mee kunnen doen. En dat is de opdracht die ik ook voel als sociaal-liberaal politicus. Ik kom op de eerste trendbreuk. De grootste vervuilers moeten het meest ingrijpend hervormen. En de tijd van vrijblijvendheid is definitief voorbij. En dat vereist een overheid die durft om duidelijk richting te geven en normen te stellen. Het klimaatprogramma van dit kabinet is wat mij betreft meer dan een stap in de goede richting. Want we staan niet langer aan de zijlijn aan te moedigen, maar grijpen actief in op de markt om klimaatverandering tegen te gaan en de verduurzaming te versnellen, bijvoorbeeld tijdens deze gascrisis. De overheid neemt het voortouw om in 2050 in Nederland klimaatneutraal te zijn en netto geen broeikasgassen meer uit te stoten. En om Nederland te laten overstappen op duurzame alternatieven zijn grote veranderingen nodig in alle economische sectoren. We geven de komende jaren duidelijkheid aan burgers en bedrijven door de duurzame alternatieven tot norm te maken. En dat is eigenlijk heel erg simpel. Vervuilende zaken worden stap voor stap verboden en schone opties verplicht. Zoals de installatie van hybride warmtepompen vanaf 2026 of verplicht zonnepanelen op alle grote daken. En we zetten ook een eerlijke prijs op de uitstoot van broeikasgassen, zodat er de rekening bij de vervuiler komt. We scherpen de komende jaren de CO2-heffing aan voor de industrie en de elektriciteitsproductie. En we verhogen de vliegbelasting. Maar we grijpen ook hard in op de energiemarkt. Zo gaan we de komende jaren ook als overheid fors investeren in windenergie op de Noordzee en de productie en import van groene waterstof. En die zal in de eerste jaren nog schaars zijn. Maar welke bedrijven mogen dan gebruik maken van die schaarse groene waterstof? Is dat een pure vrije markt? Of wil je als overheid juist ook de bedrijven helpen die de grootste potentie hebben voor onze duurzame economie van de toekomst? Ik denk dat die vraag stellen hetzelfde is als een beantwoorden. En daarnaast grijpen we ook in op de energiemarkt om te voorkomen dat huishoudens in geldnood en onzekerheid zitten. Jarenlang was maximale keuzevrijheid het credo voor energiecontracten. En dat leidde in Nederland lang tot lagere prijzen. Maar nu de wereldmarkt onder druk staat, wordt de consument opgezadeld met variabele tarieven en 0,0 voorspelbaarheid. En ik wil die balans herstellen. Bedrijven verplichten ook weer lange termijn contracten aan te bieden. In ruil voor een reële overstapvergoeding als de consument tussentijds wil switchen. En daarnaast werk ik intensief aan afspraken met energieleveranciers om te voorkomen dat mensen in de komende winter letterlijk en figuurlijk in de kou komen te staan. En dat doen we natuurlijk bovenop de maatregelen die we nu al treffen. Zoals verlaging van de energiebelasting en een extra energietoeslag voor de laagste inkomens. En dat brengt me op de tweede trendbreuk. Iedereen moet mee kunnen komen met de grote veranderingen van deze tijd. Dat vereist sociaal en rechtvaardig beleid. In de afgelopen decennia heeft de overheid daar te weinig oog voor gehad. Sterker nog, de ongelijkheid tussen mensen is alleen maar toegenomen.
De rijkste 10% van mensen bezit bijna 2/3 van het vermogen in Nederland. En de armste 10% heeft schulden. Jongeren, mensen met tijdelijke contracten en mensen met lage inkomens worstelen om een huis te vinden. En het aantal dakloze mensen in Nederland is de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. En mensen die praktisch geschoold zijn, werken vaker in tijdelijke contracten en onzekere banen. En op dit moment stijgt onze energierekening in een razend tempo en is de toekomst ongewis. En die hoge prijzen van gas en elektriciteit raken wederom de armste mensen het hardst. Want juist deze mensen wonen gemiddeld vaker in een slechter geïsoleerd huis. En zijn daardoor ook een groter deel van hun inkomen kwijt aan de energierekening. En die medemenselijkheid en empathie die we van Hertzberg leren, die begint daar. We geven niet alleen financiële steun aan de mensen die de rekeningen niet kunnen betalen. Maar we investeren ook 4 miljard euro in de verduurzaming van woningen. Zodat juist ook deze gezinnen een prettige woning met een lage energierekening en eigen zonnepanelen kunnen hebben. Voor huiseigenaren maken we het makkelijker om advies en subsidies te krijgen. Met gemeenten en woningcorporaties maken we strakke afspraken voor een gerichte aanpak. Zodat we juist sneller isoleren op die plekken waar het de grootste impact heeft. En daar blijft het niet bij. Op Prinsjesdag komt het kabinet ook met forse aanvullende maatregelen om de welvaart in Nederland structureel eerlijker te verdelen. Dat sociale en rechtvaardige beleid dat kijkt ook over de grens. Dit najaar lanceer ik samen met minister Schijnemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de eerste internationale klimaatstrategie. We gaan Nederlandse kennis, kunde en financiering inzetten om juist de kwetsbare landen te helpen met hernieuwbare energie en adaptatie aan een veranderend klimaat. En zo neemt Nederland ook verantwoordelijkheid internationaal voor de mensen die nu al te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. En dan de derde trendbreuk. Mensen inspraak en invloed geven op beleid. Abel Hertzberg nodigde ons uit empathisch te blijven en elkaar als mens te blijven zien. Maar in een tijd van zulke grote crisis, grote onzekerheden en soms ronduit beangstigende scenario's lijken empathie en medemenselijkheid vaak juist als eerste te sneuvelen. Dat zien we in de opvangcrisis, in de stikstofcrisis. En we zien het ook in de klimaatcrisis. Want mensen die pleiten voor snelle en harde klimaatacties staan vaak lijnrecht tegenover de mensen die het gevoel hebben dat de overheid er niet voor hen is. En die strijd die gaat er niet altijd even zacht aan toe. Ik merk dat zelf ook met de aanvallen op mij als persoon, als minister voor Klimaat, als D66er. Ik zie het dagelijks op Twitter, vind het in mijn brievenbus of tref het aan de voordeur. En dat raakt me de ene dag meer dan de andere, maar ik begrijp vooral die persoonlijke aanvallen niet. Ze passen niet bij de manier waarop we in Nederland altijd zeggen met elkaar om te willen gaan. Maar wat ik wel begrijp, is dat de politiek zelf het vertrouwen van de mens heeft aangetast. Door niet of te weinig te luisteren, door geen menselijkheid te tonen, door mensen geen zeggenschap te geven. Abel Hertzberg waarschuwde: het centrale probleem in het leven is dat willen niet genoeg is. Want willen moet je kunnen. En blijkbaar kunnen de mensen het niet. Einde citaat. En ik heb een tijd geworsteld met dit citaat. Want we hebben immers niks te willen, we moeten doen. Om de planeet leefbaar te houden voor onze huidige en toekomstige generaties. Dat is dan misschien de klimaatdrammer in mij die daarop reageert. Want langer wachten is alleen maar pijnlijker, duurder en moeilijker. Het gevoel van urgentie maakt het verleidelijk om heel snel naar alle technische oplossingen te grijpen. Om de ramp af te wenden laten we experts beslissen welke keuzes we moeten maken en hoe onze samenleving eruit moet zien. En sommige mensen menen zelfs dat we de democratie maar even tussen haakjes moeten zetten om de klimaatcrisis in zo kort mogelijke tijd het hoofd te bieden. Maar uit onderzoek blijkt dat het omgekeerde waar is. Hoe democratischer het land, hoe ambitieuzer het klimaatbeleid. En de kiezer heeft ons een overtuigend mandaat gegeven om Nederland voor 2050 klimaatneutraal te maken. Die doelstelling staat vast. Maar de weg ernaartoe, hoe we dat voor elkaar krijgen, die gaat ons allemaal aan. En ik parafraseer uit Keerpunt 1972. Alleen als we mensen inspireren om mee te beslissen en de politiek een zaak maken van de mensen zelf, kunnen we verwachten dat mensen offers maken die nodig zijn. En een veelbelovende forum waarin we dat kunnen doen is het burgerforum. In een burgerforum buigt een groep willekeurig gekozen burgers uit
alle lagen van de samenleving zich gezamenlijk over een moeilijk maatschappelijk vraagstuk, om daar ook samen antwoorden te formuleren. In andere landen blijkt zo'n burgerforum een succes, beschrijft onder meer Eva Rovers in haar boek Nu is het aan ons, dat ze eerder dit jaar aan mij overhandigde. Burgerfora kunnen leiden tot vernieuwend en daadkrachtig klimaatbeleid, gedragen door een groep mensen die een afspiegeling vormt van de samenleving. En als we de resultaten serieus nemen en de samenleving als geheel betrekken, draagt het burgerforum bij aan vertrouwen en begrip voor elkaar. En Nederland kent al verschillende lokale burgerberaden. Maar nu is het de hoogste tijd voor een nationaal klimaatburgerberaad. En als het aan de juiste voorwaarden voldoet, kan het slagen, weten we dus uit die ervaringen uit het buitenland. Burgerforum moet groot genoeg zijn om representatief te zijn, maar klein genoeg om werkbaar te blijven. Krijgt goede professionele en onafhankelijke ondersteuning, voldoende budget om de deelnemers te begeleiden en een goede informatievoorziening. Cruciale succesfactoren. Maar laten we ook de hele samenleving live online mee laten doen met dat burgerforum. Laten we vooraf duidelijk maken wat kabinet en parlement met de uitkomsten van het burgerforum doen. En daarom wil het kabinet hierover goede afspraken maken met de Tweede Kamer. Wat mij betreft is dan begin volgend jaar, in 2023, de start van het eerste nationale burgerforum over klimaat. Maar democratisering van klimaatbeleid vergt natuurlijk meer dan alleen een burgerforum. Het vereist dat we goed blijven luisteren naar de vele initiatieven die ons land al lang rijk is. Er zijn initiatieven die je optimistisch stemmen. Zo stelde de jonge klimaatbeweging een generatietoets voor om de belangen van de toekomst mee te wegen in de beslissingen van nu. En er wordt op mijn ministerie hard gewerkt om deze generatietoets landelijk mogelijk te maken. En ik ondersteun ook de oproep van de jonge klimaatbeweging om hem vooral ook lokaal toe te passen. Een ander voorbeeld van prachtige initiatieven zijn de vele energiecoöperaties, waarin inwoners gezamenlijk optrekken om schone energie te winnen. Zo zag ik in de duurzame polder tussen Os en Den Bosch hoe boeren daar gezamenlijk een windpark ontwikkelen. En de opbrengsten van die windmolens zijn onderdeel van hun verdienmodel op het boerenerf. Maar ze bepalen ook zelf hoe die windmolens passen in hun eigen cultuurlandschap. Zo delen ze op een optimale manier de lusten en de lasten. Omdat ze dat zelf willen, omdat ze het samen vorm hebben gegeven. Of een ander prachtig voorbeeld uit Nieuw-Leuzen, vlakbij Zwolle, waar een windpark staat waar de omwonenden samen de eigenaar zijn en de winsten delen met alle direct aanwonenden. En ik sprak een van die aanwonenden die vanaf de bank in zijn woonkamer recht op zo'n windmolen kijkt. En hij zei tegen mij, ik vind die molen nog steeds hartstikke lelijk, maar het is wel mijn lelijke windmolen. En in Flevoland liet burgercoöperatie Almeerse Wind deze week weten na te denken over hoe ze iets goeds kunnen doen met de flinke opbrengsten die ze deze maand hebben gehaald uit de hoge energieprijzen. Zo denken ze na om gezinnen uit de buurt te helpen met een financiële ondersteuning voor die stijgende energierekening. Of als energiecoöperatie niet alleen maar energie te produceren, maar ook te helpen bij het isoleren van woningen. En ik hoop dat die 400 leden van Almeerse Wind dit mooie gebaar van medemenselijkheid willen maken. Maar dat ook veel meer Nederlanders de handen ineen slaan. Want dit soort creatieve, inspirerende initiatieven, die willen we met elkaar stimuleren. Zo ziet mijn Nederland van de toekomst eruit. In 1972 vieren we het 100-jarig jubileum van Grenzen aan de Groei. Hoe zal dan de klimaatminister van dienst spreken over het hier en nu? Hoe zal de klimaatminister in 1972 handelen over onze acties in 2022? We hebben dat zelf in de hand. In 2072 zijn we al 22 jaar klimaatneutraal. En een hele generatie is dan al opgegroeid in een land waarin we anders produceren, wonen, eten, werken en reizen. De industrie, energie, mobiliteit, omgeving en onze landbouw zien er radicaal anders uit. En onze natuur is schoner en diverser. Natuur is dan niet langer alleen een grondstof, maar een bron van leven, vermaak en verwondering. En onze economie is niet langer gericht op welvaart, maar op welzijn. De groei van levenskwaliteit gaat boven de groei van ons kapitaal. Het burgerbetrokkenheid en toekomstgerichtheid in onze politiek die groter is dan ooit. Is dit een utopie? Zo vroeg Jan Terlouw zich onlangs nog af. En zijn antwoord was, dat zou je op het eerste gezicht zeggen, maar eigenlijk kunnen al die dingen best. Je moet het alleen willen en zorgen dat de wereld niet wordt ingericht volgens het dictaat
van het kapitaal. In moeilijke tijden hebben we elkaar meer nodig dan ooit, zoals Abel Hertzberg ons heeft laten zien aan de hand van zijn eigen ervaringen. En een beter milieu begint dan ook niet in de eerste plaats bij jezelf of bij de ander. Het is mijn stellige overtuiging dat een beter milieu begint bij empathie en bij medemenselijkheid. Met oog voor de noden van de ander. Van die buurman in Nederland die nu zijn energierekening niet kan betalen, tot de familie in Pakistan die alles kwijt is door overstromingen. De Zuid-Afrikaanse dichter Angie Krog stelt zich de vraag: hoe kunnen wij zorgen voor de aarde als we niet zorgen voor elkaar? En hoe kunnen we zorgen voor elkaar als we niet zorgen voor de aarde? En 50 jaar geleden gaven de Club van Rome en de drie partijen van Keerpunt 72 al de richting aan. Om voor de aarde te zorgen, moeten we voor elkaar zorgen. En met die opdracht ben ik als minister voor Klimaat en Energie elke dag aan de slag. Dank u wel. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u er ook allemaal bent. Even voordat we het gesprek beginnen met de minister. Voor wie hier vaker is geweest bij de jaarlijkse Abel Hertzberg lezing, voeren wij eerst een minuut of 20 ongeveer het gesprek met de minister. En daarna kunt u vragen uit de zaal stellen. En mijn advies aan u als vragensteller is dan om de vraag te stellen en niet eerst met een hele lange mening te komen. Dat klinkt een beetje onaardig, maar... Dat is wel het idee, zeg maar, van vragen stellen. Ja. Prachtige toespraak. Dank u. Maar had u hier wel kunnen zijn vandaag? Volgens mij gebeurt er van alles in Den Haag. In de auto hier naartoe las ik op nws.nl dat ik op hetzelfde tijdstip in Den Haag zou worden verwacht. Dat is gelukkig dus niet het geval, zodat ik met u hier kan zijn. Maar we zijn inderdaad wel dag en nacht aan het werk richting Prinsjesdag en met alles wat met de energiecrisis te maken heeft. Ja, maar het gaat nu, denk ik even, u kunt natuurlijk niet alles verklappen, dat snap ik wel. Maar om toch nog een akkoord te krijgen in de coalitie met de energiebedrijven over hoe de hoge energieprijzen gedempt kunnen worden voor de lagere en middeninkomensgroepen. Klopt dat? Ja, kijk, we hebben afgelopen jaar al heel veel gedaan. Er is eerder zo'n 6 à 7 miljard uitgetrokken al om de energiebelastingen te verlagen, om 1300 euro aan energietoeslag aan de laagste inkomens te geven. Voor Prinsjesdag, er is van alles gelekt, ik mag daar niks over zeggen, maar... U ziet dinsdag hoe we ook structureel die inkomenspositie willen verbeteren. Maar de laatste 2 maanden is die energiecrisis toch echt nog wel verder verergerd. Met enorme schommelingen in de energieprijzen. Energiebedrijven die bij ons aan de bel trokken. We maken ons gewoon heel erg zorgen over komende winter. Dus kunnen we als energiebedrijf en kabinet toch nog ook wat extra's doen. En daarover zijn we nu in gesprek. En ik hoop dat het snel is afgerond. Vanochtend via Buitenhof dat u een e-mail heeft gekregen van de oppositiepartij met een concreet plan over hoe dat zou kunnen. Is die e-mail aangekomen? Ja, nou ja, dat daar ben het ik... Het gaat over, en ik zal kort samenvatten, het gaat over het installeren van een energieplafond. Ja. Hè, voor de eerste 1500 kuub gas, geloof ik, de prijs vast te zetten op het bedrag wat je betaalt in januari 2022. En daar afspraken over te maken met de energieleveranciers. Ja. Ja, dit is het idee van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Energiebedrijven hebben een soortgelijk plan aangeleverd. Coalitiefracties hebben ook verschillende ideeën aangereikt. We kijken gewoon wat er mogelijk is. Voor mij is de belangrijkste vraag niet willen we nog meer doen, maar vooral hoe kun je het op hele korte termijn ook echt uitvoerbaar maken. En weet je ook zeker dat je dan vooral de lage en de middeninkomens helpt die nu het meest worden geconfronteerd met die hoge prijzen. En dan kunnen we vandaag natuurlijk... nog niks over zeggen. Nee, ik kan me zo voor. Ik zag ook een enkele journalist in de zaal. Die heeft natuurlijk het liefste dat ik hier vertel wat het is. We zijn hier onder elkaar. We zijn hier onder elkaar, ja. En er kijkt ook niemand live mee. Nou, kijk, ik snap natuurlijk dat... ik vind het zelf overigens ook best wel frustrerend... dat we als ministers dan moeten verwijzen naar Prinsjesdag. Want ja, iedereen die nu zijn nieuwe maandbedrag op de mat krijgt... die denkt, poef, moet ik dit echt gaan betalen? En kan er nog wat gebeuren? Dus je wil eigenlijk liefst gisteren al vertellen... wat er nog in het vat zit. Maar we moeten ook wel zorgen dat... er zijn meer dan 50 energieleveranciers in Nederland... dat ze ook allemaal de oplossing kunnen uitvoeren... en dus ook echt alle Nederlandse consumenten worden geholpen. In uw toespraak ligt u een klein tipje van de sluier. U had het over de energiecontracten. Ja. Die wilt u over meerdere jaren weer kunnen afsluiten. Kunt u dat toelichten? Want dat is misschien voor ons als consument heel erg interessant.
Ja, toen ik begon als minister voor Klimaat en Energie, werd ik echt fantastisch ingewerkt overigens. Ik kreeg op alle dossiers een hele deep dive sessie. En een van mijn grote verbazingen toen ging over energiecontracten. Omdat ik toen eigenlijk ontdekte dat heel veel Nederlanders al in variabele energiecontracten zitten. Ik had zelf al jarenlang meerjarige contracten, want ik vond het wel fijn. Dan hoef je allemaal niet na te denken en wist je elke maand waar je aan toe was. Maar inmiddels zit ongeveer 56% van de Nederlanders op een variabel contract. Dat is de afgelopen 6 maanden enorm toegenomen. En als u nu naar een prijsvergelijkingssite gaat, ja, dan krijgt u 1 keer een bedrag wat u voor de komende 4 weken betaalt. Maar daarna gaat dat gewoon alle kanten op. Er zit geen enkele voorspelbaarheid meer in. En daar ben ik al een aantal maanden met de toezichthouder ACM en de energiebedrijven over in gesprek. Want die enorme flexibilisering van die energiemarkt was jarenlang best fijn toen de prijs alleen maar naar beneden kon. Maar als die prijs dus zo omhoog schiet, dan wentelen energiebedrijven ook eigenlijk alle risico's op hun klanten af. Dus ik wil weer verplichten dat energiebedrijven een vast contract moeten aanbieden. Dus dat je als je naar een prijsvergelijkingssite gaat ook weer een lange termijn contract kan krijgen met een voorspelbare prijs. Zodat u als consument weet waar u aan toe bent. En die zal echt niet al meteen enorm naar beneden duiken naar de prijzen die we jaren terug gewend waren. Maar heel veel Nederlanders hebben gewoon behoefte aan weten waar ze aan toe zijn. En dat wil ik dus met die vaste contracten weer gaan afdwingen. Ja, maar u zegt er ook bij dat dan als je dan een contract wilt wisselen als consument, dat je daar dan ook zeg maar een soort overstapbedrag voor moet betalen. Ja, het is eigenlijk als je zou het kunnen vergelijken met een zorgverzekering of met een telefonieabonnement. Daar zijn we al gewend dat je daar niet elke dag kan switchen. Of als je wel wil overstappen, dat je daar dan een boete voor moet betalen die gelijk staat aan de looptijd van het contract dat je nog had uit te dienen. En dat is eigenlijk dus wat mij betreft veel meer het beste van twee werelden. Je houdt als consument echt de keuzevrijheid om uit tientallen energieleveranciers een keuze te maken. Ga je voor de laagste prijs of ga je voor de kleinste CO2-afdruk? Daar moet je gewoon uit kunnen kiezen als consument. Maar als die energiebedrijven weer die vaste contracten aanbieden en weten dat die consument ook wat minder snel gaat switchen, kan je ook als energieleverancier weer een betere inkoop gaan toepassen. En zelf dus ook weer een gezonder energiebedrijf worden. Zodat die prijs dus ook weer naar beneden kan gaan zakken. Want er zijn natuurlijk beelden over excessieve winsten bij energiebedrijven. Maar dat zijn wel vooral de bedrijven die produceren of die fossiele energie uit de grond halen. De meeste energieleveranciers in Nederland zijn ook tegen hele hoge prijzen aan het inkopen. En als die geen zekerheid hebben dat hun klanten blijven, ja, dan durven ze dus ook niet lange termijn inkoop te doen die de prijs kan laten zakken. Dit is een vrij concrete maatregel. Ja. Ik begrijp dat u niet alles kunt vertellen wat er dinsdag bij Prinsjesdag naar buiten komt. Maar kunt u iets zeggen over de prioriteiten voor de komende tijd? En dan niet alleen over energiebeleid, maar ook als het gaat om het klimaat. Ja, dat is de echte grote opgave die ik echt voel. Kijk, die energiecrisis, waarom hakt deze oorlog nou zo hard in die Europese economie? En dat is omdat we aan het begin van dit jaar als heel Europa nog voor bijna de helft van al onze fossiele energie afhankelijk waren van Rusland. Echt, we zaten gewoon aan een infuus met goedkope energie. En daardoor hebben we in de tussentijd heel veel laten liggen om gewoon energie onafhankelijk te worden met energie van eigen bodem, duurzamere energie, echt forse stappen te zetten op energiebesparing, want ja, alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te produceren of te transporteren. En wij hadden een klimaatprogramma gemaakt in het coalitieakkoord, waarin we in de komende 10 jaar met dat klimaatfonds die doelen wilden bereiken. En we kijken nu vooral hoe gaan we die energietransitie in een veel hoger tempo doen. Dus hoe gaan we sneller kavels voor windenergie op zee veilen? Hoe gaan we sneller ons net verzwaren, zodat al die groene elektronen ook kunnen worden verplaatst? Bedrijven uit de industrie, want ik sprak natuurlijk in de lezing over dat je als overheid de norm moet durven stellen en ook moet durven zeggen wat er niet meer kan. Maar deze energiecrisis heeft ook losgemaakt dat eigenlijk die industrie in Nederland veel sneller wil verduurzamen. Want zij zien ook dat het zo niet langer kan. Dus die bedrijven kloppen elke dag bij mijn ministerie aan met: kunt u me helpen met die groene waterstof? Kunt u me helpen met een elektrische boiler? En nou, daar eigenlijk alles wat we dus al hadden bedacht, dat gaat gewoon in de allerhoogste versnelling. Om het ook echt voor elkaar te krijgen in slechts een paar jaar tijd. Maar kan dat ook? Want ik begrijp dat er te weinig mensen zijn. Ja. Dat het elektriciteitsnet vol. Er zijn allemaal praktische belemmeringen ook. Niet alleen financiële, maar vooral in uitvoerbaarheid. Zeker. En dat zit in menskracht. Zit soms ook in materialen. Echt ook fascinerend hoeveel van onze producten uit Oekraïne komt, waar we nu dan een tekort aan hebben. Dat is niet alleen maar de graanschuur van Europa, maar in allerlei andere sectoren speelt Oekraïne ook een belangrijke rol.
Maar je ziet ook wel dat onder druk alles vloeibaar wordt. Ik noemde het voorbeeld van die extra importterminal en de Eemshaven. Nou, daar zijn we echt met de gemeente, provincies, het havenbedrijf bij elkaar gaan zitten. We hebben als overheid GasUnie extra financiële ruimte gegeven. En binnen 6 maanden hadden we het voor elkaar. Het is geen enkel ander Europees land gelukt. Je ziet het ook in Zuid-Nederland, waar een paar maanden geleden dus een paar bedrijven dachten, nou, ik ga gewoon in plaats van over 5 jaar nu al helemaal over op elektriciteit in plaats van op fossiele energie. En daardoor hadden we tekort aan netcapaciteit in Zuid-Nederland. En dan zie je dus dat als je daar dan een crisisteam opzet, alle betrokken partijen bij elkaar om tafel, dat er zoveel meer mogelijk is. Dat gewoon gemeentes bereid zijn om bijvoorbeeld alvast grond aan te kopen voor die netverzwaring. Dat we als Rijksoverheid kunnen helpen om vergunningverlening te verstellen. Maar ook dat je in plaats van alleen maar te denken in, ja, trek nog maar een zware elektriciteitskabel, je dus ook eigenlijk allerlei nieuwe innovaties kan toepassen. Dat je gewoon die beschikbare capaciteit op een hele andere manier gaat inzetten. Dat bedrijven ook best bereid zijn om 1 uur per dag hun energieafname naar beneden bij te stellen om de buren ook van voldoende elektriciteit te voorzien. Dus ik denk dat daar echt de crux zit de komende tijd. Dat mijn ministerie, EZK, afgelopen decennia toch ook wel echt een marktministerie was. Hè? Dat we nu veel meer in een uitvoeringsstand zitten, waar we als departement gewoon alle betrokken partijen bij elkaar brengen. En vooral de vraag stellen, hoe kan het wel? En als jij jouw deel doet, dan doen wij ons deel. En we spreken elkaar aan als het te langzaam gaat. En ja, die mindset die nu heel anders is, ik denk dat we daar wel al tijd op zaten te wachten. En heel eerlijk, we hadden misschien deze energiecrisis helaas ook nodig om in deze actiestand te komen. Ja, u zegt in uw toespraak, hè, want dit is een heel optimistisch, positief geluid. Dat komt bij mij heel goed binnen. Ik denk ook bij de zaal. Hè, dat gaan we met z'n allen doen. Maar in uw toespraak zegt u dat de economie radicaal moet veranderen. Hè, om dit allemaal mogelijk te maken. En dan denk ik bij mezelf, we proberen nu op een onderdeeltje van de economie, de agrarische sector, proberen we die economie te veranderen. En je ziet al hoeveel weerstand het is. Ja. Kunnen wij wel met z'n allen die economie radicaal veranderen? Ja, dat is een hele. Worden zou zeggen, we hebben de kracht er niet voor. Nee, en ik kan me ook voorstellen dat als je, ik noemde ook het gebrek eigenlijk aan die medemenselijkheid in die verschillende crisis. Het is heel makkelijk om de moed te verliezen. En niet meer optimistisch te zijn over wat je wel met elkaar voor elkaar kan krijgen. Ik ben overigens sowieso redelijk optimistisch mens, dus ik probeer altijd vooral te zien wat er wel kan. Maar ook hier denk ik dat, zijn eigenlijk 2 dingen aan de hand. Aan de ene kant gaan een aantal ontwikkelingen ontzettend snel. Als je komen echt overheden, bedrijven van over de hele wereld komen naar Nederland om te zien hoe hier allerlei bedrijven die eiwittransitie al lang aan het doen zijn. De vegetarische slager is gewoon een wereldwijd beroemd bedrijf, omdat het voorop loopt in hoe ons voedsel, ons dieet anders gaat worden. Dus ik ben optimistisch over hoe die nieuwe economie ondertussen eigenlijk al helemaal aan het ontstaan is. Maar dat maakt het ook des te belangrijker dat je als overheid oog hebt voor mensen die achterblijven. Of mensen die heel veel kunnen gaan verliezen. En dat gaat dan bij boeren niet alleen maar over de manier waarop ze produceren. Ik ben zelf opgegroeid in Uden in Brabant. Mijn ouders zitten op de eerste rij, hartstikke leuk. maar daar, dat is een best wel groot dorp, maar daaromheen zitten heel veel boeren. En dat zijn, ik ken zelf ook boerenfamilies die de afgelopen decennia al zijn geswitcht, bijvoorbeeld van varkens naar de varkenspest en toen in geiten zijn gegaan, de Q-korts over zich heen kregen en dus nu eigenlijk voor de 3e keer hun bedrijf volledig om moeten gooien. En ja, die snakken gewoon naar voorspelbaarheid en duidelijkheid van die overheid. Dus overheid moet durven te zeggen wat er wel en niet kan en als de dingen die wel kunnen, moet je ook vol naast die mensen gaan staan om ze te helpen om het ook mogelijk te maken. Ja, en zoals u eerder al zei in uw toespraak, dat hebben we eigenlijk als regering op dit moment niet goed gedaan, die communicatie met de samenleving. Nee, ik vind zelf ook op het gebied van klimaat en energie dat het Rijk en ministers voor mij hebben echt wel hele cruciale dingen gedaan, maar zijn eigenlijk vergeten om ook het grote verhaal te vertellen. Als je bijvoorbeeld de warmtetransitie pakt, hè, de komende jaren gaan we allemaal ons huis op een andere manier verwarmen. En voor de een is dat volledig elektrisch of een hybride oplossing. Voor veel mensen is het een warmtenet. En je kunt dat in Den Haag, ja, ik maak de wetgeving voor zo'n warmtenet, maar het is uiteindelijk de wethouder en de ambtenaar die bij u de komende jaren langskomt in de wijk om te vertellen hoe het eruit komt te zien. En bij u aan de voordeur komt en vraagt, mogen we hier binnenkort de cv-ketel weghalen en even uw voortuin opengooien om die warmtepijp aan te leggen. Ja, en dan zeggen ook wel die lokale overheden terecht tegen mij van ja, het is allemaal leuk en aardig dat jullie dat in Den Haag hebben bedacht
En dank voor het geld om die warmtenetten voor een deel mogelijk te maken, maar kunt u ook uitleggen waarom het nodig is? En dat gezamenlijke verhaal van al die drie overheidslagen, dat er geen weg meer terug is, dat Nederland naar klimaatneutraliteit gaat, dat dat veel vraagt ook van ons, dat het echt wel ook gaat schuren. En dat je dus ook bereid moet zijn om dat schurende gesprek te faciliteren. Maar het moet uiteindelijk wel gebeuren, want anders is deze planeet niet meer leefbaar. En daar zit dus voor een groot deel denk ik ook mijn taak. Niet alleen maar de wetten maken, niet alleen maar dat klimaatfonds van 35 miljard uitgeven, maar ook het land in om met mensen dat gesprek aan te gaan en uit te leggen waarom het moet, maar ook te luisteren waar het ons schuurt en te kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen. En betekent dan luisteren ook een onsje minder als het nodig is? Luisteren kan soms betekenen dat je in het gesprek even een pas op de plaats moet maken om goed te begrijpen waar zorgen zitten. En misschien hebben de mensen waarmee je in gesprek bent wel veel betere oplossingen bedacht voor hetgeen waar je voor staat. Maar we kunnen niet langer zeggen dat we geen tijd meer hebben. Hè. De vrijblijvendheid is voorbij, zei ik. Als je het IPCC-rapport van februari leest, en daar zit een hele goede management samenvatting bij. Dat raad ik u aan, ik zou zeker niet alle duizenden pagina's lezen. Maar daar wordt op zo'n pijnlijke wijze door de klimaatwetenschappers van de VN uitgelegd hoe die klimaatverandering radicaal aan het versnellen is. Hoe dat nu al extreme impact heeft op allerlei ecosystemen, volkeren die in kwetsbare delta's wonen. Ja, dus we hebben die luxe niet. En ik vind ook, daar moeten we dus ook eerlijk in zijn. Dat we geen tijd hebben te verliezen hebben om die klimaatdoelen te halen. Maar laten we wel met elkaar de goede oplossingen bedenken. Mag ik vragen, hoe doet u dat eigenlijk als u dan tegenover iemand zit die zegt, ja, dat klimaat is allemaal mooi en aardig, maar ik ga er toch mijn leven echt niet voor veranderen. Dat moeten ze in Den Haag maar oplossen of de grote bedrijven moeten dat maar doen. Maar ja, laat mij met rust alsjeblieft. Hoe doet u dat? Ja, dat is niet altijd makkelijk. Ik merk wel. Asking for a friend, dat snapt u. Ja. Nou, ik merk, kijk, op de eerste plaats denk ik dat zeker de afgelopen paar maanden mensen misschien niet allemaal bezig zijn om het klimaat te redden, maar iedereen voelt wel de noodzaak voor een energie-onafhankelijke Europa met een lagere energieprijs. Dus dan heb je eigenlijk een andere aanleiding om met elkaar het gesprek aan te gaan. En sommige mensen zeggen, nou, bouw 10 kerncentrales. En andere mensen zeggen, nou, doe het maar vooral met zonnepanelen. Daar kun je dan gewoon een heel praktisch gesprek met elkaar over hebben. Wat ik wel heel goed snap, en daarom heb ik dat ook in de toespraak vrij stevig aangezet, hè, die 1% die zoveel rijker is dan de andere helft van de samenleving. Of die 10 bedrijven die zoveel meer uitstoten dan de rest van, of eigenlijk van alle huishoudens bij elkaar opgeteld. Ik denk dat Nederlanders heel vaak het gevoel hebben van, ja, ik moet van alles. Voor mij worden allerlei dingen verboden en afgepakt. Maar eigenlijk de grote veroorzakers, die mogen hun gang gaan. Dus ik vind ook dat we zegt u dan? Nou, dat we ook dat we daar dus ook hard aan het ingrijpen zijn. En dat juist in deze paar jaar daar de grote stappen worden gezet. De kolencentrales mogen nu iets harder draaien vanwege het gastekort, maar over een paar jaar zijn ze echt allemaal uit. En hebben we het vervangen met wind, zon en misschien 2 nieuwe kerncentrales in Nederland. En dat gesprek door gewoon uit te leggen wat we aan het doen zijn, veel meer ook te laten zien dat er de komende 5 jaar de grote verbouwing van Nederland plaatsvindt. Dan merk ik ook wel dat mensen zien, oké, ja, er gebeurt dus wel veel meer dan ik denk. Maar kom dan alsjeblieft mij ook eerst even helpen om het mee te maken. En nou, daar ben ik ook met Hugo de Jonge samen mee bezig. Maar hier Amsterdam vind ik echt geweldig bezig met fixbrigades en woningcorporaties die ook echt voor oplopen om dus juist in die allerslechtste wijken te beginnen. Want laten we wel wezen, ik denk dat, nou, kijk even hier de zaal rond, ik gok dat redelijk wat van u al isolatie heeft toegepast, dat redelijk wat van u al zonnepanelen op het dak heeft liggen. Nou, met die zonnepanelen was het best lekker cashje de laatste tijd. Maar juist die mensen die dus niet zelf in een huis kunnen investeren, die hebben en geen opbrengst uit hun zonnepanelen, want ze liggen er niet. En die hebben die tochtige woning waar het meest die verwarming weer naar buiten waait. Dus als we daar niet beginnen om die huis als eerste aan te pakken, ja, dan zijn we niet op een medemenselijke manier die transitie aan doen. Dus het is ook wel het gesprek en veel mensen willen graag ook gewoon gehoord worden. Maar ik begrijp ook heel goed dat ze zeggen, ja, eerst zien en dan geloven. Ga je gaan. U hebt niet alleen mensen in het land te overtuigen, maar u hebt natuurlijk ook een heel team in de ministerraad. De politieke context is ook niet altijd eenvoudig. Ik vond een fantastisch citaat. Ecology without class struggle is just gardening. Ja. Zegt u dat ook in de ministerraad op vrijdag? Tuinieren is overigens een van mijn hobby's. Dus dat is, dat is een soort van therapie in het weekend. Nou ja, ik in de ministerraad, ik moet echt eerlijk bekennen, ik ben verrast over de ontzettende constructieve sfeer eigenlijk bij alle ministers en staatssecretarissen die met mij dat klimaatbeleid moeten doen.
zijn met ongeveer 7, 8 kabinetsleden die een beetje de voorhoede daarvan zijn. Hugo de Jonge nog een keer aan te halen, die zegt dan altijd grappend, wij zijn de onderaannemers van de minister voor Klimaat. Maar het is niet zo dat ik bij hen op hoge poten moet binnenstormen om te eisen dat ze meer doen. Er zit eigenlijk veel meer een spel in van wie is het eerst klaar met zijn klimaatpakket. En heel eerlijk, om natuurlijk ook een stukje uit dat klimaatfonds te krijgen. Wat dat betreft zijn die miljarden ook wel, wel verleidelijk. Maar wij hebben wel een kabinet nu met heel veel zij-instromers, heel inhoudelijke ministers. En dat levert ook echt wel veel interessantere gesprekken op. En wat ik zeker de afgelopen tijd, ik merk als ik naar achter leun, dan gaat mijn microfoon uit. De afgelopen tijd ook heel veel discussie gehad in het kabinet over bijvoorbeeld het Europese klimaatprogramma. Fit for 55 is net voor de zomer eindelijk afgerond. Super ambitieuze Europese afspraken over wat we in Europa gaan doen om die klimaatdoelen te halen. Ja, dan merk je wel dat mensen denken, oeh, ja, moet dat nou allemaal in Brussel worden bedacht en kunnen we dat in Nederland niet beter? En dan, ja, dan draag ik ook wel uit dat, ja, je kunt hier van alles bedenken, maar als die auto-industrie in Duitsland niet meedoet, ja, dan gaan we 2030 ook niet halen. Dus dat gesprek is denk ik in het kabinet wel een stuk beter dan dat het afgelopen jaar is geweest. Oké, dat vind ik dan heel interessant als de sfeer zo goed is bij zeg maar, de onderaannemers van het kabinet. Want u vertelde net, we moeten het met elkaar doen. Hè? Nou, de boeren moeten inleveren. Uw partijgenoten hebben gezegd, moet gehalveerd worden de veestapel. Maar ik kan me dan ook voorstellen, als die economie radicaal moet veranderen. En u had het net over de grote industrie in Nederland. Kunnen ze ook voorstellen dat een van die grote industrieën, ik noem maar bijvoorbeeld Tata, ligt hier niet al te ver vandaan, gewoon dat het kabinet of het parlement of dat wij met elkaar in uw burgerforum besluiten dat Tata niet meer, dat er geen plek meer is voor Tata in Nederland. Hè? Net zoals ze zeggen voor boeren, ja, er is niet meer voldoende ruimte voor boeren. Is er dan ook mogelijk dat er geen ruimte meer is voor een industrie als Tata? Ja, die geeft u daar eens een eerlijke antwoord op, als onderaannemer. Ja. Ja, de hoofdaannemer. Ja, de hoofdaannemer. Dus de onderaannemer die over industrie gaat, is nu aan het meeluisteren. Ja. Nee, er is over 20 jaar en misschien al eerder geen plek meer voor industrieën die produceren zoals ze nu aan het doen zijn. En laten we even bij het voorbeeld Tata blijven. Even los van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid kolen en gas die daar wordt gebruikt. Vragen de gemiddelde inwoner van die regio wat daar de milieueffecten, de leefomgevingeffecten, de gezondheidsklachten zijn. En de conclusie is heel helder, op deze manier staal maken in Noord-Holland, daar gaat niet meer. De vraag die dan daarachter wegkomt is, ja, zullen we dan het bedrijf sluiten? Dan hebben we in één klap de klimaatdoelen voor de komende 3 jaar gehaald. Ja. Nou, zo zeg ik. Lekker. Maar dan kom je weer op het punt waar we net ook de discussie hadden. Daar werken duizenden mensen. En die willen ook wel weten welk perspectief er dan voor hen is. Tata maakt niet zomaar spullen, maakt staal. En ja, wij rijden ook nog steeds allemaal in auto's en in treinen en allerlei andere producten waar we toch ook staal voor nodig hebben. Wil je dat dan allemaal in China laten maken? Of vind je dat Europa ook nog enige strategische autonomie moet hebben waar we ook zelf dat soort producten nog kunnen fabriceren? Dus dat is eigenlijk een ja maar, hè? Dat is een ja maar, maar dat gaat dus niet vanzelf. En aan de zijlijn staan aanmoedigen. Ach, we hebben prachtige beloftes van Tata gehad, zal vast helemaal goed komen. Ja, dan gaat het niet werken. Dus het is die maatwerkafspraken met de 20, 25 grootste vervuilers van Nederland. Daar gaat mijn collega Mickey Adriaans, dus gaat echt de komende tijd gewoon zwart op wit. Dat heet dan letters of intent. Maar dat zijn gewoon keiharde afspraken met die bedrijven schrijven. Van oké, in welk jaar gaat die fabriek uit en staat die volgende fabriek? Gaat u dan die groene waterstof zelf produceren of importeren? Of heeft u nog een aansluiting op het waterstofnetwerk van de overheid nodig? Dus daar... waar ik zei, de overheid gaat weer veel meer ingrijpen in die economie. Is het niet alleen maar een bak regulering en het bedrijfsleven geen kans meer geven om te ondernemen. Maar het is ook met het bedrijfsleven gewoon om tafel gaan zitten en zeggen, we delen dus een gezamenlijk belang. We willen bepaalde producten in Europa maken, maar we gaan het wel op een andere manier doen. Ja, maar dat zou natuurlijk als u de agrarische sector het gevoel geeft, nee, we kijken niet alleen naar jullie, ook al zijn jullie de grootste vervuiler, maar we kijken naar iedereen die een bijdrage levert in die stikstof- of CO2-productie, in de opwarming van de aarde. We gaan er met z'n allen de consequenties daarvan ondervinden. Ja. Dat zegt u. Ja, en het biedt tegelijkertijd dus ook enorme kansen. Want ik vind zelf dat het debat over de landbouw gaat wel heel erg over de veestapel. En ja, dat heeft enorme impact op stikstof, op methaan, op waterkwaliteit. Dus daar zit een grote opgave. Maar... laten we even kijken naar bijvoorbeeld isolatie of naar bouwmaterialen. Dat is over 10 jaar niet meer allemaal beton.
houtbouw is de toekomst. En isolatiemateriaal kun je echt prima maken van allerlei gewassen die uitstekend op Nederlandse bodem groeien. Dus waarom gaan we ook niet met boeren het gesprek aan, en dat probeer ik ook te doen hoor, van welke producten en gewassen hebben we nou in Nederland nodig van eigen bodem? Laten we het niet maar allemaal verslepen van Latijns-Amerika naar Europa, maar laten we zelf hier het veevoer maken. Laten we zelf gewassen telen die in onze kleding kan, die in ons isolatiemateriaal kan. En dan ben je ook een nieuw verdienmodel voor die boeren aan het creëren. En dat is ook de manier om dus uit die schuttersputjes te komen. Ik ben zelf bij een van de gesprekken met Johan Remkes geweest. De uitkomsten, zijn advies komt over een paar weken. Ik heb even de exacte datum niet. Maar daar merken dat als je dus niet meer op straat tegenover elkaar staat, of bij mij aan de voordeur of ergens anders, maar gewoon dan in zo'n gesloten gesprek bent, dat eerst even heel veel emotie uit moet. Maar dat je dan na een half uur ook wel echt in een inhoudelijk gesprek terecht kan komen. En dat er best wel veel begrip is wederzijds. En vooral ook weer behoefte aan, maar kunnen we het dan ook concreet maken hoe ik dan geholpen ga worden om die overstap te doen? En ja, dat is. Ik vind zelf Christiane van der Wal. Nou, je kunt veel van alle ministers zeggen, maar zij maakt wel duidelijk welke richting het kabinet heeft gekozen. En dat we die richting dus ook met elkaar gaan aflopen. En Stachouwer, veel respect voor het moedige persoonlijke besluit dat hij heeft genomen om zijn taak neer te leggen. Maar hij was ook wel continu in dat gesprek bezig over hoe ziet dan dat verdienmodel uit. En ik hoop dat we daar de komende tijd dus ook weer meer lucht gaan krijgen en ook vertrouwen bij de agrarische sector dat we het nu gewoon met elkaar gaan doen. Als ik u zo hoor praten, dan denk ik, u straalt een zeker optimisme uit. Hè, en ook, u ziet veel mogelijkheden en kansen en we gaan dat gewoon doen. En we gaan niet meer terug naar vroeger. Toch? Deze crisis, dat is een transformatie. Vergeet het maar, al dat gratis gas. Vergeet het maar, die fossiele energie, de goedkope benzineprijzen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En ja. Ja, als we toch even dan de energiecrisis er weer bij mogen pakken. We hebben nu in Nederland zitten de gasopslagen uitstekend gevuld. Dus we kunnen daardoor ook in een koude winter alle huishoudens en ziekenhuizen van gas blijven voorzien. Maar we moeten ons ook realiseren dat die gasopslagen in Europa onder andere vol zitten met Russisch gas. Dat hebben we de afgelopen maanden nog ingekocht. Nou, ik zie de komende 6 maanden, de komende 12 maanden niet opnieuw gas uit Rusland naar Europa stromen. Dus hoe gaan we dan volgend jaar de gasopslagen vullen? Dus wat die terug naar een jaar geleden, terug naar 10 jaar geleden, it's not gonna happen. En dat is een hele harde realiteit, die moeten we onder ogen zien. Maar als we dat dan accepteren, ja, dan weten we ook wat er van ons te wachten staat. En kijk, ik ben echt niet perfect. Ik heb de afgelopen 6 maanden ook dingen niet goed gedaan, te laat gedaan. Nou, er zijn van andere mensen die daar vast veel beter over kunnen oordelen. Maar als ik bij de pakken neer ga zitten, dan lijkt me sowieso niet de bedoeling. Dus ik probeer met echt een geweldig team op het ministerie en allerlei NGO's, bedrijven die meedoen, in ieder geval alles te doen wat wel kan. Wet en regelgeving klaar te zetten, investeringsbeslissingen te nemen, mensen bij elkaar brengen, die energiecoöperaties op een voetstuk, zal er hopelijk nog veel meer komen. En dan zal het met vallen en opstaan gaan, dan zullen het schuren, dan zullen mensen denken, ik blijf toch te lang achter, waar is de overheid, wanneer komt die ook bij mij langs? Maar het is wel de richting die we opgaan en hopelijk ook op een manier dat steeds meer mensen denken, ja, dit is niet alleen maar een heel groot bedreigend probleem, dat veranderend klimaat, maar die nieuwe samenleving die we aan het bouwen zijn, is ook eigenlijk wel een plek waar ik gewoon fijner woon, leef, werk, noem het maar op. Maar het gaat dus niet alleen over de komende winter doorkomen, maar het gaat ook om hoe we daar weer uitkomen en, ja, en de weg daarna. Ja, nee, dus mijn punt is eigenlijk vooral, dit is niet alleen deze winter is moeilijk, het zal ook de volgende winter nog moeilijk zijn en misschien ook nog de winter daarna. Dus we moeten ook wel met elkaar eigenlijk die stip op de horizon blijven zien. Daarom is ook die discussie over die energierekening zo belangrijk, hè, dat we elkaar door die moeilijke tijd heen helpen. Maar het is ook de taak om niet alleen maar dus met het hier en nu bezig te zijn, maar ook wel te laten zien wat we ondertussen dan aan nieuwe economie en samenleving aan het opbouwen zijn. Volgens mij is dit een goed moment om over te schakelen naar vragen uit de zaal. Daarbij hebben we een soort discipline met iemand met een microfoon. Ja, daar achterin. Daar zijn twee heren die een vraag willen stellen. En dan gaan we zo langzaam. Ja. Oh, er zijn heel veel vragen. En we meanderen zo door de hele zaal. Dus maakt u zich niet ongerust, misschien ook nog boven. U wordt niet gemist in de aanval. Ja. Ja. Gaat u nou. Vraag 1. Goedemiddag, meneer Jette. Thomas Friedhoff. Ik ben een groen-liberale collega van u, iets rechter aan de zijde, een generatiegenoot. Ik had oprecht heel veel vertrouwen bij uw aantreden en ook van uw zijinstromer, meneer Dijkgraaf. Wat mij echt al 6 maanden verbaast. We hebben 80 miljard aan de coronacrisis. Vrij dom
generiek uitgegeven, zeg maar. Niet de 4000 euro voor de ondernemers, gelijk dat daar energiebesparingsmaatregelen. Er staat nog eens 80 miljard in Brussel klaar van de Green Renovation Wave Fund. Dat staat er al sinds 14 oktober 2020. Ja. Waarom is daar nog steeds niet een eerste tranche van uitgegeven, waar je dus nu inderdaad in Rotterdam, ik heb nog gisteravond om 11 uur met een jongen die in Rotterdam-Charloes woont, die zegt, meneer Jette, ik reken op u. Wanneer komt u in mijn wijk langs? Wanneer komen die fixbrigades daar? En daar komt ook meneer Dijkgraaf in beeld. U heeft een van de beste natuurkundigen naast u in het kabinet. Ik denk dat meneer Van Nieuwkerk graag een online en fysieke college tour doet, het hele land door, langs de 2,5 miljoen studenten, middelbare scholieren, die heel graag technische vaardigheden leren. Dat kan de basisdingen zijn inderdaad wat ze thuis kunnen doen, maar ook waar die nieuwe innovaties uitkomen. Ja, ik ga u onderbreken, want u heeft een paar uitstekende vragen gesteld. U heeft een paar uitstekende vragen gesteld. En laten we beginnen met vraag 1, waar de 80 miljard... Gelukkig is volgens mij vorige week eindelijk door von der Leyen het Nederlandse pakket voor dat enorme Europese fonds goedgekeurd. De premier en de minister van Financiën hebben dat met von der Leyen samen ondertekend. Dus er gaan nu eindelijk ook Europese miljarden naar Nederland stromen. En een groot deel daarvan wordt geïnvesteerd in klimaat en de rest volgens mij vooral in digitalisering. Dus wel echt de twee grote transities die nu bezig zijn. Ik mag ook uw andere punt maar even samenvatten met hoe kunnen we nog veel meer ook het verhaal vertellen, het concreet maken, mensen ook in die actiestand krijgen. Een hele goede suggestie. Robert Dijkgraaf geeft heel graag college, doet hij ook wel eens op vrijdag in de ministerraad. ook bijvoorbeeld de fixbrigades hier in Amsterdam hebben nu subsidie aangevraagd om eigenlijk gewoon een tour door het land te gaan maken om andere fixbrigades op te leiden. En het mooie daarvan is dat zijn vaak mensen, juist ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, die dan worden opgeleid tot fixer. En dan bij mensen thuis komen om die isolerende maatregelen te nemen. We weten nu ook dat het veel beter werkt als het mensen zijn die ook veel meer de taal spreken van die wijk die ze ingaan. Dus, maar de crux is volgens mij, hoe krijg je dat op een hele grote schaal voor elkaar? En hoe bereiken we daar de komende tijd heel veel mensen? En dat moet verder gaan dan met alleen maar de online campagnes die we tot nu toe hebben gehad of de krantenadvertenties. Een aantal leden van de oppositie zouden zeggen, de premier moet elke week een tv-toespraak houden over het klimaat op dit moment. Er is geen microfoon, dus u bent niet meer verstaanbaar. Niet alleen bij de late night talkshows, maar gewoon de hele dag door. Ja. Ik neem hem. Dank u wel voor uw mooi verhaal, meneer Jette. Mijn naam is Jelle Zijlstra, onder andere werkzaam voor Greenpeace Nederland. We hebben het al heel even gehad over Tata Steel, de grootste vervuiler van Nederland. Maar ik wil eigenlijk even inzoomen op Schiphol, de op één na grootste vervuiler van Nederland. En de staat heeft een heel groot belang in Schiphol. En van de week kondigde Schiphol nog aan dat ze doorgaan met de bouw van een nieuwe terminal. Mm. En dat die terminal in 2032 af moet zijn. Nou, dat lijkt me een compleet bizar idee. Wat is eigenlijk uw boodschap aan Schiphol en aan mensen die denken dat we maar door kunnen gaan met vliegen? Nou, allereerst dat voor 25 euro naar Barcelona vliegen belachelijk is en ook niet meer kan. Overigens heeft zelfs de Ryanair-topman dat onlangs erkend. Nou, dan begint er langzaam iets te schuiven in die sector. Maar daarom ook die vliegbelasting, maar veel belangrijker ook, die ongebreidelde groei van de luchtvaart die we de afgelopen decennia hebben gehad, dat gaat niet meer. En dat gaat niet alleen maar over CO2-uitstoot, het gaat ook over fijnstof, over stikstof, over geluidshinder rondom die luchthavens. En daarom hebben we ook afgesproken in de luchtvaartnota dat er een plafond komt per luchthaven in Nederland, waar we voor al die vormen van overlast gaan afspreken wat is dan het maximum. En ook hoe gaat dat maximum in de jaren daarna naar beneden. En dan dwing je eigenlijk die luchthavens om zelf aan de slag te gaan om die uitstoot en overlast naar beneden te brengen. Ja, of dat je dat dan met of zonder een nieuwe terminal doet, dat denk ik, denk ik ook wel een beetje, moet ze dan bij Schiphol zelf maar weten. Maar dat luchthavenplafond voor Schiphol, dat komt er. Ook weer, hè, welke sfeer zit er in het kabinet? Nou, minister Harbers heeft toch wel echt besloten dat het aantal vluchten op Schiphol naar beneden gaat om daar een deel van de problematiek op te lossen. En wie had een paar jaar geleden bedacht dat in een kabinet als deze er minder vluchten op Schiphol zouden zijn. Dus ik wil u vindt het misschien nog onvoldoende als Greenpeace-medewerker, dat kan ik me helemaal voorstellen, maar het feit dat we zo'n kanteling inzetten, zegt toch wel iets over de situatie waar we als Nederland nu in zitten. Vraag uit de zaal. Ja, daar iemand. Bedankt voor uw mooie verhaal. Ik ben Gijs en ik ben ook actief bij de Jonge Democraten, zoals u vroeger was.
En wat ik daar heel erg merk is dat er heel veel jongeren zijn die dit klimaatvraagstuk en het energievraagstuk enorm belangrijk vinden. Dat zien we ook met de jonge klimaatbeweging en al die protesten en zo. Maar dat heel veel jongeren de oplossing niet meer zoeken bij de politiek. Niet meer lid worden van een partij, niet meer echt meedoen. En daar maak ik mezelf wel heel erg zorgen over, omdat ik wel denk dat de politiek en uw werk de plek is om aan echte oplossingen te werken. Dus hoe kijkt u naar dat probleem en hoe ziet u daar misschien een oplossing? De draagvlakte discussie. Ja, nou, ik denk dat het allebei waar is. Kijk, allereerst, de politiek en de overheid gaan niet alles voor ons oplossen. Dus je hebt ook de activisten, de NGO's, de corporaties nodig om ook een deel te doen. Dus als mensen met klimaatactie aan de slag willen en daar andere wegen voor vinden dan de politieke partij, helemaal top. En doe dat vooral dus met medemenselijkheid en empathie, zou ik zeggen. Breder is natuurlijk wel, we kunnen ook een hele dag vullen over de staat van de Nederlandse democratie en de Nederlandse politiek op dit moment. Ik zou het heel erg vinden als we nog minder leden van politieke partijen krijgen, want dat is toch ook de kweekvijver van nieuwe politici en bestuurders. Het is ook de plek waar verkiezingsprogramma's worden gemaakt, noem het maar op. Dus als jongeren echt afhaken, is dat onwijs zonde. Maar dat begint denk ik ook weer bij een huidige generatie politici die het dan beter moet doen en dat vertrouwen weer moet herstellen. Dus ik ben blij dat jij actief bent en hopelijk kan jij in jouw omgeving in ieder geval andere jongeren ook laten zien dat lid zijn van een politieke jongerenorganisatie iets moois is en iets nuttigs is. Mag ik daar iets aan toevoegen als vraag? Zouden die burgerfora daar nog een rol in kunnen spelen waar u ook in uw toespraak over had? Ja, ik denk dat Ierland is het beste voorbeeld, denk ik. Die hebben burgerfora gehad over echt onwijs moeilijke ethische onderwerpen, waar al decennia lang dan loopgraven oorlogen over waren. Ja, over de aanpassing van de abortuswet. Abortuswet bijvoorbeeld. En daar is onder leiding van een oud-rechter echt een maandenlang prachtig gesprek geweest over normen en waarden, over eigen persoonlijke vrijheid. En juist omdat dat even niet politici waren die ook met een one-liner even moeten scoren of toch ook weer de volgende keer verkozen moeten worden. Maar ontstond er een opener gesprek. En heel veel mensen gingen dus ook online meedoen en in de krant met ingeschreven of ingezonden brieven, noem het maar op. Dus dat heeft, en het feit dat het Ierse parlement uiteindelijk ook heeft geaccepteerd wat de uitkomst was, ik denk dat daar ook wel de crux zit, hè. Dat was een band dus tussen politiek en burger die daar weer werd hersteld eigenlijk. Ze hebben er nog een referendum tussen gehouden. Dus het burgerberaad kwam met een uitkomst. Ja. En dat uitkomst is in een referendum voorgelegd aan de bevolking, zodat die ook weer betrokken waren. Ja. En daarvan was de uitkomst zo overweldigend dat het door het parlement werd overgenomen. Het mandaat was gigantisch. Ja. En daar is D66 ook voor, dus dat kunnen we regelen. Die zit nu niet in de wet, dus dat gaat, als we volgend jaar een burgerforum over klimaat kunnen doen, zal een referendum niet mogelijk zijn. Maar ik denk dat je kunt op andere manieren wel zorgen dat gewoon de uitkomsten ook door Kamer en kabinet worden geaccepteerd. Ja, is het niet zo, ik vind het toch namelijk een interessante vraag van deze jongen, van met die burgerfora, dat daar een soort verwachting wordt gecreëerd die we ook hebben gekregen in de inspraak. Hè, inspraak is eigenlijk berucht geworden op het gebrek aan inspraak. Hè. Het is het gevoel van dat de burger mee mag praten. En als puntje bepaaltje komt, dan is het, we gaan het toch gewoon zo doen. Nee, het zijn volgens mij, het is en-en. Kijk, inspraak gaat voor mij veel meer over wat er heel dicht bij huis gebeurt. Dus als je gemeente moet bepaalde hoeveelheid duurzame energie opwekken. Nou, dat kun je doen met zonnepanelen, met windmolens of met iets anders. Ga dan met elkaar het gesprek aan over iets wat heel dicht bij huis ingrijpt in je leefomgeving. En wees er tijdig bij, maak duidelijk waar mensen wel en niet over mogen inspreken. Zo'n burgerforum gaat voor mij meer over de iets langere lijnen. Hè. De klimaatneutraliteit klinkt prachtig, maar wat betekent het nou eigenlijk? En zo'n ingreep in de economie die ik bepleit, wat vinden we daar eigenlijk allemaal van? Of kerncentrales in de mix. Daar hebben we voor gekozen nu als kabinet. Heb ik u maar niet over gehoord zojuist? Nee, maar we hebben wel gekozen als kabinet. Wind op zee wordt de grootste energiebron. Alle grote daken verplicht vol met zonnepanelen. En voor die basis komen er ook 2 kerncentrales bij. Nou, dan kun je, zo moet je duidelijk maken, we gaan niet in zo'n burgerforum met elkaar discussiëren, wordt het wel of niet een kerncentrale. Maar je kunt wel daar met elkaar het gesprek voeren over hoe kijken we eigenlijk aan tegen dat vraagstuk van kernafval? Vinden we dat we dat in Nederland moeten oplossen? Of doen we dat op Europees verband? Dat zijn echt wel interessante gesprekken om in zo'n burgerforum te voeren. Vraag uit de zaal. Achterin daar. 2, ik zie er 3. Naast die pilaar daar. Ja. Ja. Mevrouw. Ja, goedemiddag allen. D66 collega. Ik heb geluisterd over wat u zei, de
verschillende burgerfora. En ook over hoe de verschillende disciplines binnen het kabinet in gesprek gaan over de energietransitie en op dit moment de energiecrisis. Hoe zit het als we kijken naar de provincies en naar de verschillende gemeentes die hun eigen verantwoordelijkheden hebben en ook hun vrijheden daarin? Hoe zit het met de communicatie daarin? Omdat de neveneffecten nu al voor de verschillende burgers zichtbaar zijn. Met name niet alleen als het gaat om de hoge energieprijzen, maar de negatieve effecten zoals in de verschillende schuldsituaties terechtkomen, maar ook in het probleem van zeg maar goede gezonde voedsel tot zich te nemen. Ja, nee, heel goed punt. Ik ben zelf bijna 8 jaar gemeenteraadslid geweest, dus ik heb een groot hart voor die lokale politiek. En daar gaat, zeker als we echt in de uitvoering zitten, gaan daar de spannendste momenten ontstaan. Dus dat is dat vraagt dat we, dat doen we ook, dat we extra geld aan gemeentes geven om al die taken te kunnen uitvoeren. Dat we wethouders en raadsleden ook helpen bij het vertellen van het verhaal. Ik zit zelf echt bijna wekelijks met gemeenten en provincies ook om tafel, juist om onze gezamenlijke aanpak op elkaar af te stemmen. En provincies zijn natuurlijk jarenlang, nou, het is niet de meest sexy bestuurslaag in Nederland, om het zo te zeggen. Maar daar zit echt een hele grote taak de komende jaren. Hè? Die hele stikstoftransitie, die toch het hele landelijke gebied anders gaat inrichten. Ja, dat gaan ze op provinciaal niveau met elkaar doen. Dus dan moeten we dus ook als Rijk echt bereid zijn om de portemonnee te trekken, om de wet en regelgeving op orde te krijgen, zodat je als wethouder niet denkt, ja, ik moet het allemaal wel doen, maar ik ben ook echt in staat om het te doen. Nee, je moet het willen, maar je moet het ook kunnen, zoals ik zei in de toespraak. Dank u wel. De vrouw naast u. Goedemiddag. Vika, ook D66 collega en werkzaam in de energiesector. Ik heb een vraag over de door de wegvallende gas inslagen. Hebben wij in Europa zo'n beetje heel LNG toevoer opgekocht vanuit de hele wereld. En dat is goed voor ons, want dan kunnen we semi-duurzaam onze energievoorziening inrichten. Maar hoe zit dat met de andere landen in de wereld, zoals Azië, waar die LNG voor bestemd was, en bijvoorbeeld Pakistan? En maakt u zich dan niet zorgen dat zij nog minder duurzame alternatieven gaan gebruiken, waardoor de eindstand voor het klimaat slechter uit gaat pakken? En dat uiteindelijk wij als Europa soort van wel ons boekje op orde hebben, maar in de rest van de wereld de zaak eigenlijk achteruit gaat. Boeiende vraag. Een zeer goede vraag. Ja. Ik zou er 2 dingen over willen zeggen. Allereerst, we zijn ook deze winter een klein beetje geholpen door alle corona-lockdowns die nog in China plaatsvinden. De Chinese economie is dit jaar veel minder hard gegroeid dan voorspeld. Ze hebben normaal gesproken importeert China ongeveer 30 miljard kubieke meter aan vloeibaar gas. En nu is het een fractie daarvan. Daardoor konden we ook dat gas relatief betaalbaar inkopen en naar Europa halen. Als de Chinese economie weer helemaal open gaat het komend jaar, dan gaan we echt een concurrentiestrijd zien tussen Europa en China over wie dat gas kan inkopen. Ik was een paar weken geleden op de G20 en daar waren ook vrij veel Afrikaanse landen aanwezig. Daar zit echt een boosheid nu naar Europa. Die zien die oorlog in Oekraïne als een Europees georganiseerd conflict, waarbij Europa de effecten de hele wereld aandoet. Want ja, zij kunnen nu bijna niet aan vloeibaar gas komen, terwijl zij het ook nodig hebben. En de grote opgave, en dat zult u ook dan lezen in de internationale klimaatstrategie die we binnenkort presenteren, is dat alles wat we doen in die landen ook moet gaan over de energietransitie daar. Dus groene waterstof, ik wil samen met Duitsland, Nederland en Duitsland willen samen groene waterstofprojecten over de hele wereld gaan opzetten, zodat we daar op grote schaal met hele betaalbare zonne-energie groene waterstof kunnen maken. Maar als we dat doen zoals we dat de afgelopen eeuw deden, dan trekken we zo'n land leeg en halen we al die goedkope groene energie hier naartoe om hier de energie te verduurzamen, dan heeft dat land er zelf niks aan. Maar laten we dat nu op een andere manier doen. En Namibië is het land met de grootste potentie eigenlijk voor groene waterstof. Daar heeft ongeveer 80% van de bevolking nog steeds geen toegang tot energie. Dan kun je dus ook 's avonds niet leren, want je hebt geen licht. Je kunt je voedsel niet beter warmen, want je hebt geen koelkast op stroom. Dus de crux wordt straks, als je in zo'n land dan massaal gaat investeren voor groene waterstof voor de Nederlandse en Duitse industrie, laten we dan ook meteen even investeren in wind en zon in die dorpen in Namibië, zodat daar mensen ook toegang krijgen. Dat zijn de Sustainable Development Goals van de VN. Dus dat proberen we nu al helemaal aan de voorkant in het beleid in te bakken. Wil je geld van
de Nederlandse overheid voor energieprojecten elders in de wereld, dan zul je ook daar ter plekke wat moeten doen voor die lokale bevolking. En dat zal op veel grotere schaal moeten. Mag ik daar een vraag aan toevoegen? Want over die internationale context waarin u opereert. Ik hoorde vorige week Frans Timmermans bijvoorbeeld het hebben over het energiewapen. Hè? Energie als wapen in de context van Poetin en de Oekraïne. Zit u eigenlijk wel goed bij het ministerie van Economische Zaken? Ik bedoel, je zou ook bij Defensie kunnen zitten of Buitenlandse Zaken. Is dat nog wel logisch? Nou, het zijn ook generaals overigens die al een paar jaar waarschuwen dat klimaatverandering het grootste veiligheidsrisico voor het Westen is. Zo hadden we ook wat beter naar kunnen luisteren de afgelopen jaren. Ik denk, je ziet ook in die sanctiepakketten en zo, dat loopt allemaal via Buitenlandse Zaken. Dus dit is eigenlijk de energiecrisis, gaat echt over heel veel domeinen heen. Wij proberen denk ik met de energieministers vooral te zorgen dat we dus sneller die onafhankelijkheid bereiken. Interessant is ook dat ook bij diezelfde G20, ik heb een akkoord gesloten met Indonesië. Indonesië is de grootste kolenexporteur ter wereld op dit moment. Is echt by far, die hele energiemix bestaat uit kolencentrales. En Indonesië is eigenlijk nu wanhopig, want de lokale bevolking pikt die smog in die steden niet meer. De lokale bevolking pikt niet meer dat we hele oerwouden afgraven om die kolen te delven. Maar ja, zij hebben wel al die kolencentrales staan. Dus we proberen nu met Indonesië, met meerdere landen, een akkoord te sluiten over oké, we gaan jullie helpen om die kolencentrales te sluiten. En Nederland gaat bijvoorbeeld helpen om 2 grote windparken voor de kust van Sumatra en Java te ontwikkelen. Dus dat is een. En zo zijn er heel veel landen die eigenlijk met hetzelfde zitten. Die denken, ja, Europa, allemaal leuk jullie problemen, maar wij zitten eigenlijk met de gebakken peren en kom ons nu ook versneld helpen om het hier ook mee te maken. We hebben nog ruimte voor een paar vragen. Ja, die volgens mij was er nog achterin, ja, mevrouw? Ja, daar. Die wou al heel lang. Ja, ik wil eigenlijk iets vragen wat hierop aansluit, Simon Filippini. En dat gaat eigenlijk over True Price, hè? Want wat breder, als je naar het klimaat kijkt, er is Michel Scholt met zijn True Price en zijn Impact Instituut, die berekent de echte prijzen van producten. En dat heeft natuurlijk ook te maken met niet alleen de ecologische voetafdruk, maar ook wat zit er aan sociaal kapitaal of niet in prijsvorming. En economische meerwaarde of niet, want wij trekken inderdaad, je zei het net zelf al, een aantal landen leeg voor wat betreft hun grondstoffen. Hoe kijk je naar true pricing? Waarom zouden we dat niet met alle producten doen, zodat ook wij als consumenten beter weten wat we kopen? Want de elektrische auto's zijn natuurlijk ook helemaal niet klimaatneutraal of andere keuzes voor ons ook niet. En dan kunnen we breder onszelf ook als consumenten oriënteren op het maken van de juiste keuzes via beprijzing. Ja, de klimaatwetenschappers van de VN hebben ook gezegd dat gedragsverandering van de consument kan ongeveer 40% van de klimaatdoelen bereiken. Maar dan moet je wel in staat zijn om dat gedrag te veranderen. Wij hebben nu ook sociale wetenschappers gevraagd om het Nederlandse klimaatbeleid helemaal door te lichten en juist op deze punten met advies te komen. Wij hebben tegenwoordig, als je in de supermarkt staat, heb je dat label, de Nutri-score heet het volgens mij. En dan A is dan gezonder dan B tot en met E van hetzelfde type product. Ja, waarom zo'nzelfde label niet voor de CO2-footprint van dat soort producten bijvoorbeeld? Wij hebben nu CO2-beprijzing op de industrie, op de elektriciteitsproductie. Maar in Europa voeren we ook de discussie, moeten we niet CO2-beprijzing gewoon breed trekken, zodat we die eerlijke prijs voor producten gaan betalen. Hier wordt denk ik echt de balans zoeken dat mensen ook niet het gevoel krijgen van ja, nu wordt alles duur, onbetaalbaar en ik kan het me niet veroorloven. Maar het begint denk ik wel met goede informatievoorziening, zodat mensen die hun steentje willen bijdragen ook weten, nou, wat kan ik dan in mijn gedrag veranderen om positieve impact te hebben. Er zijn heel veel jonge Nederlandse modeontwerpers die echt toonaangevend ook zijn als het gaat om die kledingindustrie weer radicaal veranderen. Want het gaat niet alleen over de vervuiling van het textiel, maar ook over kinderarbeid en allerlei andere sociale impact. Dus, maar die zeggen wel, ja, spreekt de gemiddelde jongere in Nederland in de winkelstraat aan, die heeft echt geen idee wat zijn kledingconsumptie voor een klimaatimpact heeft. Dus het begint wel echt bij goede informatie en mensen helpen hun gedrag te veranderen. En dan kan true pricing kan daar denk ik achteraan komen, maar we moeten denk ik eerst nog een paar andere stappen zetten. Hiervoor was nog, hier halverwege was ja, ook oh, twee nog. Ja. We hebben nog ongeveer 5 minuten. Ik zal kort antwoorden. Dankjewel. Ik was heel benieuwd of u iets ziet in nationalisatie van de gastransporten.
We hebben, zo begreep ik uit uw verhaal, 50 aanbieders die elkaar concurreren en een soort race naar de bottom organiseren. Die allemaal directies hebben, reclamebudgetten en dergelijke. En die eigenlijk geen toegevoegde waarde hebben. En juist in de situatie dat het zo belangrijk is om op dit terrein beslissingen te nemen, lijkt het me ontzettend praktisch om die sector ertussen uit te halen en gewoon rechtstreeks zelf invulling te geven aan het beleid wat je graag wil. Dan hoef je niet te onderhandelen over 30% afroming of zo. Je hebt het gewoon in eigen hand. En dan ben je van die wildgroei van elkaar concurrerende clubs af. En je voorkomt ook idiote reclames als Kies de Stroom die bij u past, om maar eens wat te noemen. Ja, ik snap het. Misschien moet je de vraag even herhalen, want het was moeilijk te verstaan, denk ik. Oh ja, dus helpt het niet ook wel als we als overheid bijvoorbeeld zelf die energie gaan leveren, in plaats van 50 bedrijven die ertussen zitten met allemaal andere belangen, noem het maar op. We hebben dit jaar wel echt spannende dingen gedaan. Die gasopslagen zitten alleen maar vol omdat een staatsdeelneming gas heeft ingekocht. Dat was best wel een spannend besluit om door de ministerraad heen te loodsen. We hebben er ook best wel veel geld voor uitgetrokken om dat gas ingekocht te krijgen. Maar ik zie geen overheidsinstantie nu die de kennis en expertise heeft om ook aan 17 miljoen Nederlanders elke dag energie te gaan leveren. Dat is toch ook wel weer een vak apart. Maar ik ben het wel met u eens dat die sector wel mag worden opgeschud. Dus ik ben ook heel benieuwd als ze daar weer meer die vaste contracten gaan aanbieden, wat het gaat doen met de ordening van de sector. ACM heb ik ook gevraagd om strenger financieel toezicht op die bedrijven toe te laten. Het kan niet zo zijn dat als je een leuke dataroom hebt ergens op een zolderkamer, dat je dan een energieleverancier bent en gewoon met alleen maar hedging elektriciteit inkoopt en het probeert tegen maximale winst weer door te verkopen. Je mag echt, zoals we bij de bankencrisis hebben gedaan, ook nu wel andere eisen aan energiebedrijven gaan stellen om gewoon een gezonde Nederlandse energiemarkt te hebben. Laatste vraag uit de zaal. Ik heb er zelf ook nog een. Goedemiddag, Susanne Kerkdijk. Ik ben leerkracht en D66 raadslid in Deventer. Zijn er ook niet D66'ers in? Oh ja, maar mensen heel fanatiek, ja. Ik hoor u in uw lezing praten over dat u in contact met de kinderen en jongeren en studenten voelt dat ze ontzettend zich zorgen maken om de planeet en het klimaat. Dat beeld deel ik. Er zijn heel veel kinderen die zich heel veel zorgen maken om de planeet en hun nabije toekomst. Hoe ziet u het de komende tijd om deze kinderen te bereiken als minister van Klimaat en om daarin misschien een transitie te maken in het onderwijs, en dan heb ik het misschien nu specifiek over het basisonderwijs, door duurzaamheid en klimaat, maar ook optimisme, vertrouwen en strijdvaardigheid, om dat te integreren voor deze jonge kinderen? Ja, we doen het uiteindelijk voor die generatie natuurlijk, maar ik vind zelf altijd een heel mooi voorbeeld. Het grote succes van afvalscheiden in Nederland is gelukt nadat we het op basisscholen zijn gaan doen. Omdat kinderen het op een gegeven moment normaal vonden om afval te scheiden en thuis ouders gingen aanspreken op verkeerd gedrag. Dus als je op jonge leeftijd meer kan stilstaan bij duurzaamheid, de gedragskeuzes waar Simone net naar vroeg, als je dat bij kinderen dat gesprek aangaat, dan hou je je hele leven bij je. Dus dat is een enorme grote positieve impact die je daar hebt. Maar misschien moeten we ook gewoon vaker naar kinderen luisteren. Ik weet nog dat ik in Nijmegen op een middelbare school was met een brugklas in gesprek. En er zat een meisje en die had een hele grote foto van een schildpad met een plastic rietje door zijn neus. En toen ging ik aan haar uitleggen dat we dus plastic langzaamaan aan het uitfaseren zijn en dat er een verbod komt op plastic rietjes. Het is er inmiddels, maar toen was het er nog niet. En die klas zat mij aan te kijken en ze zeiden allemaal, ja, maar als je dit soort realiteit hebt met schildpadden, met plastic rietjes, waarom begin je dan niet gewoon vandaag met dat verbieden? En dat denk ik, ja, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een heel terecht punt. We hebben nu statiegeld op kleine flesjes, nou, veel minder kleine flesjes in het milieu. We gaan nu weer 3 jaar discussiëren of dat we ook statiegeld op blikjes willen invoeren. Waarom is dat zo ingewikkeld? Ik denk misschien moeten we naast dat burgerberaad gewoon een kinderberaad op klimaat instellen en gewoon alle voorstellen die zij doen ook overnemen. Dan gaat het misschien een stuk sneller. Ik had nog één vraag. Ja. U bent deze week niet bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Een van de belangrijkste debatten van het jaar, vindt u zelf ook. Dus ik neem aan dat u iets heel bijzonders gaat doen. Dat ja. U echt een geweldige uitnodiging heeft gekregen om... Wat gaat u doen? Ja, nou, ik ben en wat gaan wij daaraan hebben? Ik ben eigenlijk blij dat u de vraag stelt. Ik ben zelf 5 jaar Kamerlid geweest. Ik heb een paar keer de Algemene Beschouwingen mogen doen. Het is echt het politieke hoogtepunt van het jaar. Dus ik blijf er absoluut niet van weg zonder goede reden.
Volgende week komen in Pittsburgh, Amerika, ongeveer 35 ministers en staatssecretarissen van energie van over de hele wereld bij elkaar. Gaan we het hebben over hoe gaan we ons voorbereiden op volgende winter? Gaan we ons voorbereiden op de VN-klimaattop die in november in Egypte plaatsvindt? Onder andere over de vraag hoeveel financiering gaan rijke landen aan arme landen geven? En het is ook een top die gaat over de opschaling van windprojecten, van groene waterstof. Eigenlijk is het hele groene bedrijfsleven ook daarbij aanwezig. Het is 2,5 dag waarin eigenlijk alles gebeurt wat je nodig hebt om ook in Nederland de energietransitie mogelijk te maken. En ik ben uitgenodigd om daar de Nederlandse aanpak te presenteren. Het maakt in het buitenland echt indruk. Een klimaatakkoord met maatschappelijke partijen, maar ook een klimaatfonds. Put your money where your mouth is, zeggen de Amerikanen dan. Maar het biedt mij ook de kans om met allerlei bedrijven afspraken te maken over investeringen die ze in Nederland moeten doen. Het is dus eigenlijk in het Nederlandse belang dat ik daar ben. En bij de algemene politieke beschouwingen, en dat vond ik zelf ook wel, het kwam eigenlijk nergens terug. Maar als u ooit de politieke beschouwing heeft gekeken, weet u ook dat het de premier is die het debat met de Kamer voert. Ik heb zelf afgelopen week 6 uur met de Kamer in debat gezeten. En ik vermoed dat ze me de komende tijd nog wel vaker gaan uitnodigen. Ik ga heel graag het debat met de Kamer aan, maar ik kon nu of 2 dagen daar zitten en met heel veel interesse luisteren wat er allemaal werd gedebatteerd. Maar wel vooral luisteren. En nu ga ik 2 dagen iets doen in het Nederlandse belang. En ik denk dat uiteindelijk de Kamer dat ook wel begrijpt. Minister Jette, hartelijk dank voor uw bijdrage. Een beter milieu begint bij empathie, heb ik vandaag opgestoken. Ja. Voor degene die de lezing willen nalezen, die wordt na afloop direct gepubliceerd op de website van Trouw en de Rode Hoed. Ja. Naar ik aanneem. En hartelijk dank voor uw bijdrage. Pak nog even een bos bloemen. Ja. Alle uitgenodigd voor de borrel. Ja, mooi. Ja.